In de zomer van 2007 trokken Lisa van Damme, Ellen en Annemie Goegebeur naar Gambia, het kleinste land van West-Afrika. In het kader van de stedenband Oostende-Banjul werkten ze aan een fotoreportage over het dagelijkse leven in de Gambiaanse hoofdstad. Dus de tentoonstelling die heet Manatala, Can I Take a Picture? Waarbij dat Manatala dus Can I Take a Picture wil zeggen, maar in hun taal, in de Wolof-taal. We hebben allemaal wel een bepaald beeld van Afrika in ons hoofd. En als je dan daar komt, zie je bepaalde clichés bevestigd, maar uiteindelijk verloopt alles veel vlotter dan dat je soms zou kunnen verwachten. De gastvrijheid is echt wel legendarisch. De meeste mensen zeggen altijd van als je gaat fotograferen in Afrika, moet je altijd echt vragen als het mag fotograferen. Dit en dat. Maar eigenlijk was het echt heel spontaan allemaal. De mensen zagen ons, hebben er begonnen gewoon daar een gesprekje mee, hebben ook maken wat foto's. Dus uiteindelijk, iedereen was vrij positief. Echt een hele ervaring om zo de meeste keer echt gewoon naar Afrika te gaan. Ellen en Lisa hebben gezorgd voor de foto's en ik was eigenlijk vooral mee om tekstmateriaal te verzamelen. Want de bedoeling was dat die fotoreportage vanuit een heel persoonlijke invalshoek kwam. We hebben zo voor gezorgd dat we de mensen eerst leren kennen en dan pas foto's maken. Ook dat er zo wat meer achter zit, dat niet zomaar een beeld is die niks zegt. Een aantal foto's worden ook naast foto's van Oostende zelf geplaatst, zodat je als bezoeker een aantal associaties hebt. Op die manier kan dat wel interessant zijn, omdat je echt een confrontatie hebt vaak tussen Oostende en Banjul. En ik denk dat dat wel een meerwaarde kan geven voor de bezoeker. Het project is eigenlijk een initiatief van het NARAFIG met als bedoeling om een sensibiliseringsproject op te zetten samen met de stad Oostende. Een reportage die de gelijkenissen en de verschillen probeert in beeld te brengen tussen Oostende enerzijds en Banjul anderzijds. I think it's a worthwhile project and it is very, very interesting and it reflects the true realities. So these are things that would inspire a lot of young people to really reflect on the way forward and mapping out their destiny. De mogelijkheid dat wij hebben gekregen van de mensen van Rafi om die fotoreportage te gaan maken, dat vonden wij een ideale gelegenheid om dat te kaderen in een groter project, in een grote tentoonstelling zoals die we vandaag zullen openen. Het is de eerste keer dat wij op een dergelijke manier, op een grootschalige manier, naar buiten toe treden, naar de bevolking van Oostende toe. En het is echt wel de manier waarop dat de Oostendenaar kan kennismaken met zijn partnerstad in het zuiden. Vandaag krijgen we toch een unieke samenbrengen van twee culturen. Twee culturen verschillen van elkaar, maar als je dan de beelden, de reportage van nabij bekijkt, hebben we echt wel heel veel gemeen. En de foto's zijn op die mate zo mooi gebracht, dat ze enerzijds een stukje confronterend zijn en anderzijds echt wel belichten wat de beide culturen gemeen hebben. Op een bepaald moment waren we op weg naar de moskee, de vrijdag, rond 3 uur. En plots stopten alle taxis en alle mensen die stapten zo uit en die rolden hun matje en begonnen zo te bidden in het midden van de straat. En dat was wel een spectaculair zicht. Het is zeker een aanrader om te komen kijken, omdat het is de visie van ons als twee fotografen en een schrijfster echt in een tentoonstelling gegoten. Het is niet het typische gedacht van Afrika dat iedereen heeft. De tentoonstelling Manatala, Can I Take a Picture? Is gratis te bewonderen in de Venetiaanse gaanderijen in Oostende.